Het afgelopen jaar overwoog Martijn Krabbé om weer als DJ aan de slag te gaan, maar hij heeft nu besloten om deze plannen te staken. In plaats daarvan zal hij te zien blijven als presentator op televisie. Hij vergeleek zijn DJ-ambities met een aardrijkskundeleraar die zich populair voordoet. En dit was reden voor enige spot in het programma Vandaag Inside. Martijn had oorspronkelijk zijn afscheid van de televisie aangekondigd in een reisprogramma met Bo van Erve-Dorens. Maar dit werd niet serieus genomen door sommigen, zoals Tooske Ragas, die zeiden, hij wil stoppen met televisie? Ach, dat zeggen ze allemaal. Hoewel Martijn in het verleden actief was als DJ, leidde zijn recente optreden op een feestje van Nicolette van Dam tot spot en verbazing. Hij merkte op dat het internet meteen op hol sloeg als hij nu een plaatje draait, terwijl hij vroeger onopgemerkt zijn muziek op feestjes kon draaien. Martijn begrijpt de lachpartijen in Vandaag Inside en vergelijkt zijn DJ-optredens met een schoolfeest waar de aardrijkskundeleraar ineens populair probeert te doen met muziek. Toch is hij verbaasd omdat hij zelf op die manier zijn carrière begon. Hij geeft toe dat zijn DJ-ambities zijn geparkeerd omdat hij zich nu meer concentreert op zijn televisiewerk. Hij heeft nog veel projecten op de planning staan voor het komende jaar en blijft gepassioneerd over zijn werk. Het Voice-schandaal heeft ook zijn tol geëist en Martijn is nog steeds aangedaan door de gebeurtenissen. Hij benadrukt dat dit begrijpelijk is voor iedereen.